En dan hebben wij Claudia aan de lijn. Claudia, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, Klauw. Ik, Even checken. Is toch gezellig met Klauw? Dit is nu al leuk. Ja, Claudia is nu al... Wij zijn ook de nummer 1 onder vrolijke mensen. Ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Hoor eens. Oh, jongens. Hey, Klauwtje. Nou, we gaan weer Win It in a Minute spelen. Misschien goed, Rick, dat jij even bij de gong gaat staan, zodat we hem officieel kunnen openen. Ik zeg een nog even. Een trapje eventjes, hebben? Ja. Moet je een trapje hebben? Nee, omdat Rick natuurlijk niet zo groot is. Ik sta bekend als de kleine, gezellige dikker. Waar worden vrouwen boos om? Waar worden vrouwen boos? Nou, als ze bedrogen worden door hun man. Ja. Als hun technische apparaten niet werken. Oh, moeten ze aan de lader gelegd worden? Ja. Of nieuwe batterijtjes erin. Als ze niet kunnen rijden, en dat wordt dan gezegd door mannen vooral. Hè? Vrouwen kunnen niet rijden, vrouwen kunnen niet navigeren. Ja, ja. Vrouwen bakken er eigenlijk nou, ik zag jou vanochtend in Hilversum weer rijden. Ik heb jou ook gezien. Was ook niet best. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, jij duwde natuurlijk echt. En dat is, voor vrachtwagenchauffeurs is dat heel gevaarlijk. Jij nee, ik ging er juist heel netjes achter jij rijden. Schoot heel laat nog voor de afrit tussen twee vrachtwagens. En dan moet dus de andere giganten. Levensgevaarlijk was het. Ik altijd heel erg. Nee, dit was echt gevaarlijk. Ik dacht nog, Florentien. Jij zat weer als. Nee, dat is echt niet waar. Ja, zie je. Wat nou, dit bedoel ik dus. Ik word ook gewoon kwaad. Jij vertelt net als mannen zeggen over vrouwen dat ze niet kunnen rijden, worden ze boos. Dat klopt. Gevaarlijk voor die vrachtwagen. Die moesten uitwijken. Nou, Florentien, dank voor dit onderzoek. Dat nou ja, zo blijkt uit de praktijk dus klopt. Claudia, waarom moet je nou zo lachen? Ja, waarom ze lachen? Om ons te doen. We zijn er nummer 1 over vrolijke mensen, hè, Klauw? Ja, het is nog vroeger, dus dan kun je best wel vrolijk zien, hè? Juist. Nou, dat heb je mooi gezegd, dat is absoluut waar. Het wordt een heel lastig gesprek. Florentien is er sowieso niet zo bij de laatste tijd. Is dat zo? Nee, het valt mij op. Luister, er is hier ook iemand die zegt... Florentien, gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, precies. Ja. Stuurt iemand in. Want wat was afgelopen donderdag het geval? Wij zaten hier op zender te bomen van wie is de volgende die jarig is. Ja. Dus wij vragen Florentien aan jou... en ik bedoel, je weet echt wel op welke datum je jarig bent. Vergeet wij vragen afgelopen donderdag aan jou, wanneer ben je jarig? Wanneer ben jij jarig? Ja, ik zit even... Ik ben maandag jarig. Komende? Ja. Oh, shit. Oh, dan moeten we een groepshebben aan. Even noteren dit. Het duurt nog een week, jongens. Ik zat er een beetje naast. Een beetje, maar je weet toch wel wanneer je jarig bent voor het team? Ik dacht dat het vandaag 4 september was, maar het hoe duurt kan nog een dat week. Nou, man? Dus ik heb het gewoon niet helemaal helder. Dit is onze nieuwsanker. Ja. Die elke dag de krant erbij heeft. Die leeft eigenlijk gewoon alleen maar op het moment zelf. En je hebt dus geen idee dat je jarig bent. Ik zat er even naast, maar we hebben dus nog een weekje. Ik denk dat ik wel een leuk cadeau heb voor Florentien. Ik denk dat we jou wat intern geheugen cadeau moeten geven. Hij is binnen, hoor. Hij is binnen, hoor. Jeetje. Ja, ik ben binnen, hoor. Jongen, je bent geknipt, dus we mogen kappersklap bij je doen zo. Wat mag je doen? Kappersklap. Wat is dat? Kappersklap. Ik weet dat niet. Als je de kapper weet dat je een klap achter op je hoofd krijgt. Oh, nee. Kennen jullie de kappersklap niet? Nee. Ik weet zeker dat onze luisteraars dat op het werk ook doen. De kappersklap. Nou, deze die bij mij een kappersklap, die krijgt ook een beuk op zijn kin. Jij haalt een kin niet. Nee, maar ja, de is een maag. Claudia, wat ben je aan het doen op dit moment naast ja, ontzettend hard lachen? Ja, dat klinkt heel vreselijk nu, maar ik ben rijles aan het geven. Dan een appje van Hans, die zei wat een domme luizen jullie toch wat het gaat om sport. Oh, nou, dat is altijd verder simpel. Ja, nou ja, dat is ook... Oh ja, als je dan dingen niet weet... En je, ik weet het namelijk serieus. En je geeft gewoon eerlijk toe dat je dingen niet weet, dan ben je dom. Ja. We moeten misschien toch nog maar even een kenner aanhaken gaandeweg dit programma. Of we moeten die Hans even bellen. Hans, want die, nou, ik stel voor dat we Hans sowieso opslaan in de klapper. Dat als er iets is dat we Hans wordt, dan Hans... ik denk dat Hans in zijn voorleven ook een vrouw was. Nee, dat was beter. Ja, dat schijnt toch uit.